De te verwachten reacties van de Rotterdammers goed inschattende... Het zou ongetwijfeld de ballen van Rotterdam zo'n soort discussie opleveren. ...was er enthousiasme bij de toenmalig verantwoordelijk wethouder... ...voor het plaatsen van twee wereldbollen op het Stationsplein. De IJslandse kunstenaar Eliasson maakte een proefopstelling. Maar het stadsbestuur van Rotterdam haalt een streep door het plan van de twee grote, gele, kussende wereldbollen. Fantastisch nieuws, geweldig, zo'n plein, zo'n prachtig mooi plein, prachtig mooi zicht op het Centraal Station, kan niet beter. Ik vond het gewoon zonde, ik vond het gewoon te vol voor het mooie plein. Nou, dat vind ik jammer. Ik had er nog niet echt heel erg veel van gehoord of een beeld van. Maar ieder ding wat hier in Rotterdam gebeurt is spectaculair, dus waarom dit niet? En daarom is het jammer dat het niet doorgaat. Ja, het plein mag wel wat opgeleukt worden, vind ik. Net als de trap, dat was een groot succes, dus waarom die bollen niet, zeg ik dan. Die wereldbollen hadden ook in Amersfoort kunnen staan. Daarentegen, de trap was, vond ik echt iets heel erg Rotterdams. En dat was echt een geweldige hit. En het trok ook meer dan 380.000 bezoekers. Ja, hoe gaaf is dat, hè? Mensen van heinde ver naar zo'n werk komen kijken. Het is wel een toegepast kunst, maar het paste veel beter bij Rotterdam. Dus waarom die trap niet terug? Ook Mini World Rotterdam reageerde op het nieuws dat de bollen niet komen. Jammer. Eigenlijk, we vonden het wel leuk om de ballen al te hebben en hier neer te kunnen leggen. Zodat iedereen er alvast van kon gaan genieten. Nog voordat ze er in werkelijkheid lagen. Maar helaas, ze gaan weer weg. En jullie hebben een eigen oplossing bedacht. Ja, we hebben iets verderop in de miniatuurwereld hebben een miniatuur recyclebedrijf. Daar bieden we ze aan en hun zullen ze verder verwerken. Tot nieuw materiaal voor een volgend kunstwerk.